Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 juli 2017. We gaan het eens even hebben over de echte stand van zaken rond de MH17. Ik kan je verzekeren dat ik kook van woede. Het MH7 herinneringsbos is een dekmantel voor moord. En dat weten alle betrokkenen. Dus alle nabestaanden, de tuinders, de ambassades, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, het parlement. En dat weten ze in Kiev ook. Dat weet de EU, de VN. Het internationaal strafhof is de eerste dader voor de MH17-moorden. Als het internationaal strafhof niet had gelogen over een rechtszaak tegen Nederland, waren er niet zoveel landen in oorlog terechtgekomen. Was Oekraïne waarschijnlijk niet in oorlog terechtgekomen, of was het veel minder erg geweest en was de MH17 nooit over Oekraïne gestuurd. De mensen, de passagiers, waren dan vandaag nog in leven. De tweede dader is het Koningshuis en het parlement. Op 2 juli 2014 ben ik een internationaal strafhofrechtszaak gestart tegen koning Willem-Alexander, omdat hij weigert voor alle burgers in Nederland het bestaan van de rechtspraak en het parlement als rechteninstituut te waarborgen. En dat is een eerste vereiste in alle verdragen en ook in de oude grondwet. Dus de koninklijke familie heeft opzettelijk mensen de dood ingestuurd en vervalst opzettelijk dossiers. Er ligt tegen de koninklijke familie via de Raad van Onderzoek een internationaal strafhofrechtszaak vanaf 1 mei 2007. De onderzoeksraad weigert namelijk om met het VN-verdrag, het Folterverdrag en de mensenrechtenverdragen te werken tijdens hun onderzoeken. En ze weigeren ook hun statuten te herschrijven, zodat ze tegen het parlement kunnen zeggen, ja, als jullie dictatortjes spelen, kiezen wij partij voor het volk en gaan wij het volk beschermen. Nee, sterker nog, het is een moordenaarsclub die zich verschuilt achter het feit dat het parlement en de koninklijke familie ook de grondwet, VN-verdrag, Folterverdrag en mensenrechtenverdragen negeren. Dat zootje houdt elkaar dus aan de macht. Ik ben daarin meegezogen. Ik ben in de MH17 meegezogen. Kijk, als ik op 2 juli had kunnen voorspellen dat het de MH17 zou zijn die zou worden neergehaald, had ik dat natuurlijk wel in een video aan het volk uitgelegd. Ik heb in die maanden daaraan voorafgaan video's gemaakt en gezegd, mensen, er worden Nederlanders in het buitenland vermoord. Dat kan niet anders, want we worden niet beschermd. Nou, dat is gebeurd, de MH17. Ik zit daar dus tot over mijn oren in, terwijl ik daar echt absoluut geen zin in heb. Maar nou heb ik nog enig geweten, ik heb enige juridische kennis en ik heb gewoon enig standaard fatsoen. Dus ik ben die MH17 mensen gaan uitleggen wat de echte juridische constructie is. Namelijk dat het de koninklijke familie is die opzettelijk de dood van die mensen wil. En het parlement, en de lobby, de nep veiligheidslobby, de Hague Security Delta, politie, coördinator terrorismebestrijding en dergelijke. Ik heb de afgelopen 3 jaar wel 1000 e-mails gestuurd aan de stichting MH17. En het komt er dus op neer dat ze heel goed weten hoe die lobby loopt. En dat ze ook weten dat Rusland niet de enige kwaadaardige factor is. Sterker nog, er staat nu weer in de krant dat Rusland is moet stoppen met het saboteren van het onderzoek. De waarheid is dat de MH17 nabestaanden zelf moeten saboteren met het onderzoek. Zij zijn degene die de media zodanig bewerken dat de waarheid niet op tafel komt. Zij zijn degene die geen enkel fatsoen hebben ten aanzien van mij. Terwijl ik die idioot in Duitsland, die Jozef Resch van Wifka, dat detectivebureau dat beweert dat ze miljoenen uitdelen aan de echte klokkenluider, heb klem gezet door tegen die persoon een internationaal strafhofrechtszaak te starten. Die persoon kan niet meer liegen. Dat hebben ze in Zwitserland serieus genomen. Zwitserland heeft heel serieus onderzocht of die detective ook echt geld heeft op een Zwitserse bank. En of dat waar is. Nou, ik denk dat het een PR-verhaal is. Er wordt dus heel serieus gewerkt met mijn bewijsstukken. En vooral in Zwitserland en andere landen, want daar kunnen ze
ook het aantal terrorismeaanslagen niet goed stoppen en niet goed verwerken. Daarover staat niks in de krant, hè, maar die zijn er wel. Je merkt dat ik echt koop van woede nu. Dus ik heb voor de MH17 mensen heel veel gedaan, terwijl ze mij behandelen als stront in het riool. Als zij snotteren in de media dat het Openbaar Ministerie weigert de videobeelden vrij te geven, de videobeelden van Schiphol, waar ze hun familieleden als laatst levend kunnen zien, dan e-mail ik het OM en dan zeg ik, ja luister eens, ik ben nu interim minister-president en ik wil dat jullie het mogelijk maken dat die familieleden zelf die video's bekijken. Zo moeilijk is dat niet, want je zet 4 computers klaar, je laat die beelden afdraaien, je zet een MH17 nabestaande achter en dan kunnen ze nog zien of er beelden zijn van hun overleden familie. Binnen een paar weken nadat ik die e-mail had gestuurd aan het OM kon het plotseling wel. Zoveel macht heb ik. Want ze weten ook dat als ik dat rondstuur, de wereld rondstuur, naar de VN, de EU, naar Rusland, naar Australië, naar Maleisië, dat ze er niet onderuit komen. Dus dan kan plotseling het OM heel veel doen. Dus ik doe heel veel voor de MH17 mensen, terwijl ze mij op alle mogelijke manieren schofferen. De MH17 mensen die geven mij nu een beeld waar ik echt zo kwaad over ben. Dat herinneringsbos, dat is er helemaal niet voor de nabestaanden. Dat herinneringsbos is er voor de leugenaars. Of nee, dat herinneringsbos is er niet voor de slachtoffers zelf. Dat is er niet voor die dode passagiers. Dat is er voor de MH17 nabestaanden die een mediaverhaaltje willen ophouden. Die nog 30 jaar willen snotteren in de media op grond van allerlei leugens. Dat leidt ertoe dat zij direct het Nederlands parlement en de EU en de VN helpen bij het Kiev-parlement. En dat Kiev-parlement is bezig met het afslachten van het volk in Zuid-Oekraïne. De industrie is stilgelegd, land- en tuinbouw is er bijna niet, voorzieningen zijn er bijna niet. En tegelijkertijd wil het Kiev-parlement oefeningen starten samen met de NAVO en met Amerika in Zuid-Oekraïne om daar de Russen te verdrijven. Dus het Kiev-parlement wil een oorlog starten tegen haar eigen volk in Zuid-Oekraïne en dat noemen ze dan een militaire oefening. Nou, daar werken de MH17 nabestaanden dus allemaal aan mee door te blijven liegen over wie de eerste, tweede, derde dader zijn in Nederland. En dat maakt me zo kwaad. Want wat gebeurt er nou? Er worden straks mensen die de stoffelijke resten van de MH17 passagiers bij elkaar hebben gezocht, aangewezen als Oekraïense dader en die worden dan in de cel gezet. En ik heb straks grote twijfel over de vraag of dat wel de echte dader is. Of dat wel het echte deel van het leger is die raketten heeft afgeschoten. Ik denk dat Nederland echt bezig is met het zoeken van een paar personen. Dus dat zijn degenen die zichzelf niet zo goed kunnen verdedigen. Je haalt gewoon de dorpsgek van de straat af en die maak je tot crimineel voor de MH17. Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Ik wil echt dat de echte daders worden berecht. En dat geldt dus ook voor de aanklager en de president van het internationaal strafhof. Dat geldt voor de koninklijke familie. Voor het Nederlands parlement. En natuurlijk voor de Oekraïners of Russen die raketten hebben gebruikt en hebben afgevuurd. Oké, dat bos morgen. Het is zum kotsen. Ik hoop dat de tuinders dit lezen en dat ze begrijpen dat ze in een val zijn gelopen. Wat mij betreft mogen die tuinders dat bos helemaal laten verwaarlozen als bewijs dat zij zich niet aansluiten bij het criminele gedrag van de MH17 nabestaanden. Het is te laat om dat bos te verwijderen. Het is te laat om net te doen alsof het er allemaal niet is. Als tuinders nu eindelijk begrijpen wat er aan de hand is, hoeven ze wat mij betreft niet failliet te gaan doordat ze deze stomme fout maken. Maar goed, dat is aan hun. En dan is er nog iets, oh ja, de raad van advies van de MH17, dat monument, bestaat uit personen tegen wie ik een internationaal strafhofrechtszaak ben gestart. Oké, ik ga nog wat anders doen vandaag. Dag.